Ken je zo'n full body scan bij Schiphol, dat je daar zo staat en dan oei, oei, oei. Nou, dat hebben ze hier bij de wintersportspecialist in Hoorn ook. Nou, niet helemaal, dat is meer een 3D-scan voor je voeten. Dan gaan ze dat opmeten op een... We gaan het gewoon zien, oké? Michel, wat is het nou precies, zo'n 3D-scan? Nou, het grote voordeel van zo'n 3D-scan is... Kijk, je ziet al deze schoenen, maar het belangrijkste is, hoe ziet jouw voet eruit? En eigenlijk al deze schoenen zitten een match tussen. Met deze nieuwe computertechnologie kunnen we eigenlijk alles bekijken wat het beste is voor jouw voet. Dus in plaats van 100 schoenen, kunnen we maar 3 of 4 proberen. Ja, dit ziet er wel echt heel indrukwekkend uit, hè? Zo'n schoenenrek, skischoenenrek. Ja, mooi, hè? Maar er zit heel veel verschil tussen, want het heeft voornamelijk met de hardheden te maken. Kijk, ik heb hier een schoen met 80, is wat meer comfort georiënteerd. Meer voor de beginner, wat meer voor de beginner, ja. Tot rustiger tot gemiddelde skier. Maar ja, zoals jij, je bent natuurlijk een ervaren skiester, dan heb ik bijvoorbeeld zo dit. Dit is een veel stijvere schoen. Ja. Dan heb je veel meer controle mee, kan je veel directer sturen. Maar minder comfort. Kijk, dit is helemaal wat meer een sportievere dameschoen. Dat is 100, hè? Er zit 100 op. Ja. Zo'n beginner moet dus niet op zo'n schoen beginnen. Een beginner heeft meer baat bij comfort. Nou, ik heb hier een schoen, dan ga je echt richting de 130. Dit is echt een race schoen van Atomic. Smal, dunne binnenschoen, heel veel direct contact. Laat je goed voorlichten als je een skischoen koopt. Ik heb hier een schoen met verwarming. Hier zit eigenlijk een heel verwarmingssysteem in verwerkt aan de binnenkant. Een van onze specialiteiten van onze winkel is het personaliseren van skischoenen. Maar dan moet je ook nog een goede sok hebben. Nou, hier heb je een mooie sok van Valken. Links en rechts anatomisch gevormd. De bovenkant is wat dunner gemaakt, wat minder kans op huidirritatie. Onderkant wat dikker, meer comfort. Maar het zorgt ook voor dat je gewoon droge voeten hebt. En veel mensen onderschatten het belang van een goede sok.